Hallo, dag liefste vissen. Mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse lezing. Zoals altijd begin ik mijn lezing met een tiental minuutjes astrologie, waarin ik kijk wat er momenteel van belang kan zijn voor ons allemaal, op astrologisch vlak en uiteraard voor jullie ook. En daarna spring ik over naar de kaarten zelf. Weet dat deze lezing goed is voor vissen, zowel in zonteken als ascendant, als eventueel ook maanteken. En je kan ook altijd online een private reading bij mij aanvragen, mocht je daar interesse in hebben. Stuur mij gewoon een e-mailtje naar gailstarot@gmail.com. En je kan mijn gegevens ook altijd onderaan de video vinden in de beschrijving. Daar klik je gewoon eventjes op, staat ook alles uitgelegd. En zoals altijd, we gaan er direct in duiken. Nu, liefste vissen, ik had het deze week heel graag gehad, ik kan bijna ook niet anders, dan te spreken over de aankomende volle maan in het teken van Steenbok op 21 juli. Dat is aankomende zondag. Het is een heel speciale volle maan, wordt ook een blauwe maan gegeten. En ik denk dat het er eentje van formaat zal zijn in elk van ons leven. Ik denk dat die enorm impactvol kan zijn voor velen onder ons. Dus daarover wens ik het toch eventjes te hebben. Nu, ten eerste wat ik zie is dat de maan staat in het teken van Steenbok. Dat is al goed, maar wat ik zie is dat die op 29 graden staat. En 29 graden in de astrologie is belangrijk. Ik zie ook momenteel dat de zon recht tegenover de maan staat. Logisch, want anders gaan we geen volle maan hebben. Het is de zon die de maan volledig belicht, waardoor wij hier op aarde de maan zien als een volle maan. Dus dat kan enkel maar gebeuren als die loodrecht tegenover elkaar staan. Maar wat zie ik ook, is dat de zon nu momenteel ook op het einde loopt van kreeft. Van het teken van kreeft is ook 29 graden. Aanstaande maandag komt de zon in het teken van leeuw te staan. Dat is een tweede merkwaardig punt. En dan zie ik dat de maan momenteel op astrologisch vlak verschillende connecties maakt met andere planeten. En ook die andere planeten staan op 29 graden. Oké, en dan gaat er bij mij een alarmbelletje aan. Daar is toch heel iets heel bijzonders aan het werk. Dit is iets wat wij zo goed als niet tegenkomen. Dat is bijzonder. En ik heb eens eventjes mijn chart afgeprint, omdat ik bepaalde zaken eens wens te duiden voor jullie. Voor degenen die niet zo gekend zijn met astrologie, is het soms wat gemakkelijker om te kunnen interpreteren wat ik bedoel. Kijk, dit is nu eigenlijk een geboortechart. Hè? Dat is het moment waarop ik geboren ben, is er een printscreen genomen van de hemellichamen. En dat transfereert zich dan op deze pagina. Dus van jullie zal dit hetzelfde uitzien als een wiel. En dan heb je hier 12 huizen allemaal in. 12 verschillende stukjes taart. Hè? En daar in die stukjes taart staan de verschillende planeten. Bij jullie zullen die volledig op een andere huis en andere plaats ook staan. En dan zullen die lijnen hier binnenin, dat zijn de connecties die de planeten maken. Moet je helemaal niet kennen. Dat zal helemaal anders uitzien bij jullie. Maar wat ik wens aan te geven met deze chart is te tonen dat elk stukje taart bestaat uit 30 graden. En elk stukje taart staat dus voor een, ik zal maar zeggen, een hoofdstuk in jouw leven. Het eerste huis spreekt bijvoorbeeld over jezelf. Het tweede huis spreekt over je financiën. Het derde huis spreekt over hoe je communiceert. Het vierde huis over je familie. Enzovoort enzovoort. Ik zal ze niet alle 12 doorlopen. Hè? Maar elk huis heeft 30 graden. En als we dan op 29 graden komen, dan komen we hier op het einde van deze streep voor we overgaan naar een volgend huis. Dus bijna een afronding van een huis voor we over kunnen gaan naar een nieuw huis waar we nieuwe energieën krijgen. Nu, daar zag ik het eigenlijk al symbolisch. Deze energieën gaan over het einde van een huis iets kunnen afsluiten in ons leven, zodanig dat we klaar zijn om nieuwe stappen te zetten om naar een nieuw huis te gaan. En je kan dat letterlijk zien, of symbolisch kan je dit ook zien. Ja. Kijk, we hebben Neptunus momenteel. Hè. Die staat ook op 29 graden in het teken van vis. Dan hebben we Uranus. Die planeet die voor onverwachte zaken naar boven in ons leven kan brengen. Die staat momenteel is ook aan het verschuiven, heel stilletjes nog, ook naar 29 graden in het teken van stier. Dus die loopt ook op het einde van dit teken. Ja, en dan hebben we Pluto. Pluto staat momenteel op 0 graden in Waterman. Maar Pluto is ook terug een retrograde aan het doen. Dat betekent dat hij terug aan het keren is in het teken van Steenbok ook. Dan keert hij terug ook naar 29 graden.
Al deze zaken zijn niet toevallig. Al deze zaken die zijn ons eigenlijk aan het voorbereiden. Voorbereiden om een nieuw hoofdstuk in ons leven te kunnen beginnen. Ik zie net op mijn papieren dat ik zelfs Mars vergeten ben. Mars momenteel, vandaag zelf, die is ook een transitie aan het maken. Die maakt de transitie van stier, 29 graden, dan gaat die over naar tweeling ook. En dan begint die terug aan graad nummer 1. Dus al deze planeten, 29 graden, liefste vissen. Dus sowieso, ongetwijfeld, gaan we naar een momentopname in ons leven waar we bepaalde hoofdstukken kunnen afbeginnen, ronden. En dat is onherroepelijk, ongetwijfeld, voor heel velen van ons. Grote hoofdstukken, en ik heet het zelfs karmische hoofdstukken, die zullen afgerond worden in ons leven. Kijk, ik spreek over grote hoofdstukken omdat Pluto erbij komt. Pluto is die verre planeet, die planeet die er 248 jaar over doet om volledig rond de zon te draaien. Maar Pluto heeft een enorme impact in ons leven. En als Pluto op 29 graden komt te staan, dus zoals ik al zei, heel belangrijke graad op astrologisch vlak, dan is hij bijna een cyclus aan het afronden van de voorbije 16 jaar. Dus wat bedoel ik daarmee? Pluto is in 2008 is hij in het teken van steenbok gekomen. Dan heeft hij er 16 jaar over gedaan om nu op te schuiven naar waterman. Dat zijn grote hoofdstukken in ons leven die wij afronden. Maar wat doet hij nu eigenlijk? Die keert even terug voor 2-tal maanden, terug in steenbok. Die geeft ons als het ware een geleide om nog bepaalde zaken te gaan afvinken in ons leven. Die dienen afgevinkt te worden, zodanig dat we iets kunnen afronden. Culmineren is het woord dat ik aan het zoeken was. Zodanig dat jij klaar bent vanaf de astrologische tijden in november. November zien we dat Pluto volledig voor de volgende 20 jaar in het teken van waterman komt. Om dan eigenlijk die voorbode nu al te hebben om jou klaar te stomen om een nieuw hoofdstuk in jouw leven te beginnen voor de volgende 20 jaar. Dit is gigantisch impactvol. Ja? En we beginnen daar eigenlijk mee dit weekend. Dit weekend komen die energieën allemaal naar boven. Pluto is eigenlijk de planeet van eindes. Hij wordt gezien als de transformator. Hij is de planeet van eindes, maar ook van nieuwe beginnen. En ik heb er eens een paar kaarten uit mijn dekken uitgehaald, want de Pluto-kaart komt overeen met de doodkaart. De doodkaart spreekt in de tarot altijd over een einde en een nieuw begin. Ik vind het een van de meest fantastische kaarten. Pluto regeert ook Schorpioen. Schorpioen houdt van eindes en nieuwe beginnen. En als ik dat via een kaart kan tonen, ik dacht misschien is het ook eens leuk, want verschillende tarotdecks hebben verschillende interpretaties van deze Pluto-energie. In dit deck zie je bijvoorbeeld deze persoon met de zeis staan. Ja? En dan zie je, die zeis staat voor het feit van ik ben iets volledig aan het afronden. Die zeis kapt iets weg, dat is harde energie. Maar wat doet die zeis ook, is jou klaarmaken voor iets nieuws. En dan zie je hier aan die zijkant, zie je die pompoenen teruggroeien. Dus dat zijn eindes, grote hoofdstukken beëindigen om een nieuw hoofdstuk te kunnen beginnen. Zelfs ook in deze kaart. Hè. Dus ook terug de doodkaart, hè. De Pluto-kaart, de transformatiekaart die toont. We spreken hier over een einde, zodanig dat je ruimte kan maken om een nieuwe start te hebben. En dan die nieuwe start wordt hier symbolisch getoond door iemand die terug zwanger is. Zwanger is een rebirth. Iets opnieuw wordt geboren, krijgt kans om geboren te worden. En dan vind ik deze ook een heel mooi voorbeeld om aan te tonen. De transformatie in dit kaart, dan zie je deze toren. De toren staat voor een moment in jouw leven van iets wordt afgebroken. Zodanig dat een nieuwe toren kan opstaan. En dan vind ik het hier heel mooi dat je deze zandloper erbij hebt. Deze zandloper toont echt wel aan. Dit is een momentopname die dient zo te zijn. Dit is een karmische cyclus. Karmisch is tijdsgebonden ook. Hè? 16 jaar hebben wij voltooid. Wij kunnen opnieuw investeren naar een nieuwe toekomst. Gigantische, krachtige energie. Het is bijna een occulte energie die er momenteel boven ons hoofd hangt. Als je denkt aan bijvoorbeeld de films waar de wolven in staan te huilen en je Halloween aan het vieren bent.
Daarover spreekt deze volle blauwe maan. Gigantisch impactvol. Hè? Ik zeg altijd bij een volle maan, probeer naar buiten te gaan. Probeer te aarden. Voetjes op de grond, natuur eventueel. Een bad nemen kan heel goed zijn. Rusten voor zij die dit wensen te doen. Gewoon luisteren naar jouw lichaam, wat jouw lichaam vraagt dit moment. Hè? Dus zoals ik zei, naar het einde van november starten wij een nieuwe cyclus in ons leven. Wij worden als het ware nu een beetje voorbereid om die eindes aan elkaar te gaan knopen. Hè. Ik vind dat deze volle maan ons zelfs helpt om bepaalde zaken te gaan belichten. Want de volle maan belicht ook altijd de donker. Tijdens een volle maan zullen we veel meer zien dan tijdens een nieuwe maan. Want dan heb je maar zo'n slirtje van licht van de maan. Hè? Dat is dus de zon die weer kaatst op de maan. Dus dat wenst eigenlijk symbolisch en astrologisch geeft het ook mee dat wij meer inzichten aan het creëren zijn. Bepaalde zaken in ons leven zijn duidelijker aan het worden. Het licht, er wordt precies een spotlicht op ons leven geschenen. Zodanig dat bepaalde zaken dienen naar boven te komen. Om te kunnen transformeren. Hè? Je kan eigenlijk ook voor je eigen geboortechart eens kijken. Jouw steenbokhuis is, daar zal, ik zal maar zeggen, deze transitie, deze volle maan plaatsvinden op het einde van dat huis van steenbok. Als ik het kan tonen bij mijzelf, dan zie je eigenlijk hier, ik heb in mijn zevende huis, heb ik steenbok staan. En ik heb een planeet, het is Mercurius, die staat op 25 graden. Net niet dicht genoeg op de 29 graden om impactvol te zijn, maar het huis is wel impactvol. Het zevende huis gaat over relaties. 1-op-1 relaties. Hè? Dat kan romantisch zijn, dat kan met vrienden zijn, dat kan met een werkgever zijn. Maar daar zit er een verandering bij mij, in mijn leven. Daar zit er een transformatie in. De manier hoe ik kijk naar bepaalde zaken, wat ik wens, hoe ik mijn connecties wens te hebben, enzovoort. Dus kijk eens waar jouw huis van steenbok is. En dan kan je al heel mooi zien of dat er ook een planeet dicht bij die 29 graden staat. En dan kan dat impactvol zijn voor jou. Wat ik momenteel ook zie, een wens mee te geven, heel mooi, is de planeet Venus. Venus nu momenteel maakt een connectie, ook een heel gunstige connectie, een aspect met Jupiter. Dus Venus is die planeet van de liefde, die maakt een connectie met Jupiter. En Jupiter is die planeet van groei en expansie en mogelijkheden en vooruitgang, hè, voor degene die dit wensen. Dus dat is heel mooie energie die ons nu momenteel ook wel aan het ondersteunen is. Dus het is een vangnet voor ons. Ik heb wel een maar. Mercurius. Mercurius, die planeet van onze communicatie. Mercurius, die planeet van onze denkpatronen. Die staat op een moeilijker aspect nu momenteel met Uranus. En Uranus is die planeet van onverwachte zaken, van volledig radicaal zaken volledig te draaien, 180 graden. Dus dat kan wel zijn dat wij momenteel dit aankomende weekend eventueel en de volgende dagen erna, dat wij onverwachte informatie kunnen krijgen. Dat kan van een persoon zijn, dat kan van iemand dicht bij jou zijn, dat kan van een werk zijn. Maar iets onverwacht in communicatie kan op ons pad nu komen. Ja, ik denk gewoon inhoudelijke berichten. Hè. Inhoudelijke onverwachte berichten die eventueel naar de oppervlakte kunnen komen. Ik heb zo het gevoel, dacht je of verwachtte je dat er iets zo ging gebeuren, dan kan het eigenlijk volledig op een andere manier uitdraaien. Dat was het woord wat ik aan het zoeken ben. Ook heel mooi om te zien, liefste vissen, tegen aanstaande maandag. Dan gaan we de zon ook zien terug in leeuw komen. Die energieën zijn terug anders. Die impact van die volle maan zal terug wat beginnen af uitdijnen. Die intensiteit zal er niet meer zijn. Dus weet dat ik nu echt wel over de instigator, het begin nu spreek van dit weekend. Hè. Maar weet dat die energieën zeker met Pluto gekoppeld zijn tot zeker en vast tot het einde van november. Hè. Op astrologisch vlak, hè, we hebben niet enkel de datum die belangrijk is, maar soms heb je daar een trigger op die datum. En dan zie je iets uitmonden in jouw leven die op veel langere periode kan doorgaan. Hè. Maar één feit is er, dat we eigenlijk dit weekend klaargestoomd worden om een cyclus
een 16-jarige cyclus, voorbijgaande 16-jarige cyclus ergens af te ronden, die eerste stappen te zetten. Liefste vissen, jullie hebben deze transformatie in jullie 11e huis. Dus ik denk dat dat je aandacht zal brengen naar jouw vrienden toe. Verandering op vriendschappelijk vlak kan zeker en vast gebeuren bij jullie. Dat zijn niet altijd dichte vrienden. Dat kunnen verre kennissen eerder wel zijn, het 11e huis. Maar sommige relaties kunnen je ontgroeien. Ja, het kan ook zijn dat bepaalde mensen, bijvoorbeeld een kennis of iemand die jij echt wel goed kent ook, dat die verhuist daardoor dat er een einde komt aan een bepaalde vriendschap die jij helemaal niet leuk vindt. Het kan ook zijn dat er bepaalde groepsprojecten tot zijn einde komen in jouw leven. Het 11e huis heeft ook met groepsprojecten te maken, maar ook met jouw hoop en jouw dromen. Jouw hoop en jouw dromen kunnen veranderen nu momenteel. Het kan zijn dat je nieuwe inzichten aan het krijgen bent, hè? Die wat meer realistisch zijn en die niet meer passen bij wie jij in het verleden was, maar die nu meer dat je een andere blik krijgt wat belangrijk is voor jou naar die nieuwe toekomst. Hè? Het 11e huis is echt het huis van Jupiter, ook van expansie, van groei. Dus ja, heel grote hoofdstukken denk ik dan toch voor velen onder ons. Dat is zo'n beetje alles wat ik wou meegeven over deze heel mooie, interessante, volle maan. Ik zou er nog uren kunnen over spreken, maar daar hebben we helaas de tijd niet voor. Dus ik heb het in een 15-tal minuutjes compact bij elkaar gebracht. En ik hoop daarmee dat ik toch enkele zaken wat duidelijker heb kunnen maken. Dus ik spring ook heel graag over naar de tarotkaarten zelf. Blijf gerust gezellig zitten. Ik begin mijn readings ook altijd met enkele orakelkaarten. Die vormen heel mooi de basis, springen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Wat dien ik nog te zeggen tegen jullie? Weet gewoon dat al mijn decks altijd op voorhand zijn geshuffeld, maar ik doe dit off-camera, het duurt gewoon te lang anders. En voor de mensen die nieuw zijn, ik geef ook altijd mee dat ik tweetalig ben. Waarom? Ik connecteer luidop met mijn kaarten tijdens een lezing in het Engels. Ik ben Vlaams, maar ik ben ook Brits, dus daardoor. En denk, als je mij voor de eerste keer zou zien of horen, kan dat misschien raar lijken bij deze. Goed, alles gezegd zijnde, slokje water voor ik eraan begin. Oké, ik heb het Moonology deck voor mij liggen. Dat kan ook niet anders met deze volle maand. Het is lang geleden dat ik het gebruik heb, dus ben nieuwsgierig. Here we go. Oké, hoppa, zonder vragen. Eerste kaart. Wat mooi. The answers you need are coming. Ook al mijn decks, heb ik vergeten te zeggen, zijn bijna Engelstalige decks. Dus ik vertaal en verklaar ze direct. Maar de antwoorden zijn aan het komen voor jullie. Liefste vissen, kijk, deze eindes waar ik over sprak. Hè. Ik zie ook Neptunus, die is in een retrograde aan het gaan. En wat betekent dit? Is dat die bepaalde zaken ook... zie het een beetje als de zee. De zee die aftrekt. Hè. We hebben de eb en de vloed. En als de zee terug aftrekt, dan zal hij de schelpjes naar boven laten komen op het zand. En dan ga je meer schelpjes kunnen zien. Dan ga je meer duidelijkheid kunnen zien. Dat is wat Neptunus nu momenteel ook aan het doen is. Die is van realistisch, die is van dromen realiteit ook aan het maken. En die laat eigenlijk de realiteit meer naar boven komen. Dit volgt een beetje met deze kaart, vind ik. De antwoorden die jij nodig hebt, die zullen komen. Heb daar vertrouwen in, liefste vissen. Heel mooi. Want het kan zijn momenteel dat je nu in deze afronding van bepaalde processen, dat alles niet helemaal duidelijk is. Dit zal snel genoeg op jouw pad komen. Trust me. Oké, het volgende deck. Hoi, hoi. Eigenlijk zou ik zeggen dat is bad shuffling, maar kijk, alles gebeurt voor een reden dan. Oké, we hebben happiness, we hebben blessings en we hebben abundance. Wauw. Oké, fantastisch. Het zijn prachtige kaarten. Ja, moet ik daar heel lyrisch over zijn? Hè? Kijk, ik denk dat jullie naar een periode gaan als ik zo mooie kaarten krijg. Abundance, weelde. Daar hebben we blessings. Blessings is een prachtige kaart. Toont mij aan dat het universum jou ondersteunt. Aan dat jij heel mooi vangnet nu hebt momenteel. Dus heb daar vertrouwen in. En dat jij op weg bent naar heel veel geluk in jouw leven. Plezier, de zon belicht alles. De zon is warmte, vitaliteit doet groeien. Hoe fantastische kaarten. Weelde wat jij wenst. Het is heel mooi ondersteund door het universum. Fantastisch.
Oké, altijd leuk als die kaarten zo mooi eruit vallen. Gaan we naar het volgende deck. Here we go. Show me what I need to know, please, for Pisces. For the collective, please. Show me what I need to know. Thank you. The Medicine Mother. Oh, honor your inner knowing. Fantastische kaart. Ik vind hem heel toepasselijk bij jullie, mijn liefste vissen. Want ik vind jullie een van de meest intuïtieve sterrenbeelden. Naast de watertekens, naast de kreeft en de schorpioen. Jullie drie watertekens zijn zeer, zeer, zeer intuïtief. Jullie hebben allemaal een inner knowing. Deze kaart vraagt eigenlijk om daarnaartoe te luisteren. Ja? Om op die koers te blijven die voor jou bestemd is. Luister naar jouw binnenste, jouw inner knowing. Die innerlijke stem die ergens iets probeert te vertellen tegen jou. De Medicine Mother. Meestal is de Medicine Mother in shamanistische decks, maar ook in het echte leven, is meestal een heel wijze vrouw. Hè? Dus laat die wijsheid die diep binnenin jou zit, laat die gerust naar de oppervlakte komen en probeer er wat meer naartoe te luisteren. Dat is een stemmetje die we allemaal aanwezig hebben. Honor your inner knowing. Mooi. Oké, welk deck neem ik er nog bij? Show me what I need to know, please, for Pisces. Any general messages, please? Anything I need to know for Pisces, for the collective? Thank you. Oké, stormfields. Ja, ja. Ik denk dat jullie eerst door een storm dienen te gaan, nu eventueel. Voordat je iets kan verkrijgen in jouw leven. En dit zeg ik met duiding. Want ten eerste, je hebt stormfields. Maar dan zie je de midden in een orkaan. Maar dat weet jij ook, en deze kaart duidt aan. Deze orkaan passeert. En na deze orkaan, nummer 9, is voor mij altijd vooruitgang. Iets verkrijgen, een hoop en een droom die jij wenst binnen te halen. Maar het kan wel zijn dat er velen onder jullie nu op een einde van iets zitten. Dat lijkt als een storm. Weet dat deze kaart jou probeert te ondersteunen. Deze kaart probeert aan te tonen van die storm zal passeren. Ja? Dit is van voorbijgaande aard. Na deze storm gaan de hemels terug opentrekken. De zon komt terug naar boven, naar buiten, in jouw leven. En kan jij verkrijgen wat jij wenst. Mooi. Oké, en dan ga ik het orakeldekje, het kruidorakeldekje bijnemen. De laatste orakelkaart. Oké, show me what I need to know, please, for Pisces, for collective. Thank you. En Valeriaan. Mooi. Ik geef je innerlijke rust. Echte rust komt voort uit acceptatie. Van jezelf, van je situatie. Laat het verleden los en vervolg in vertrouwen je pad. Het is wat het is en alles komt goed. Mijn liefste vissen, ik kan niet duidelijker zijn. Alles komt goed. Het is wat het is. Vertrouwen hebben, hè? Ik voel het hier al. Hè? Honor your inner knowing, blessings, abundance, happiness. Misschien zit je midden in de storm nu momenteel. Die antwoorden komen. Vertrouwen, heb vertrouwen daarin. Oké, krachtig, krachtig. Mooi. We gaan over naar de tarotkaart. Ik neem algemene boodschappen voor jullie. Het zijn kaarten die eruit springen. Ik zal ze tonen. En indien nodig enkele verklaren met een tweede deck dat klaar staat. Here we go. Oké, show me what I need to know, please. For Pisces. For the collective, please. Any general messages. Thank you. Okay. Any general messages, please, I need to know for Pisces. For the collective, please. En die ga ik nemen. Thank you. Okay. 3 more, please, for Pisces, for the collective. Thank you. 4 more. Okay, give me 1 advice card instead. Thank you. Yeah. Ja, 2 vijven. Ja, ik voel het. Het is midden in een verandering, hè. Oeh, 2 of cups. Dat was zo. Oké. Okay. Ja, poeh, liefste vissen. Ik denk dat ik vrij snel door de lezing zal zijn, want het is vrij duidelijk voor mij. Ik heb een Eight of Pentacles. Het is een kaart die vraagt om niet op te geven, om te blijven werken.
Ik zeg altijd van een 8 gaan we naar een 9. Een 9 is iets dat je wenst aan te trekken in jouw leven. Iets dat voor jou bedoeld is. Iets dat jij wenst. Hè? Nu op deze tijd in jouw leven of misschien naar de toekomst. Maar deze persoon is heel hard aan het werk. Deze persoon geeft niet op. Ze is iets aan het vervolmaken. Hè? Ze blijft dedicated is het woord dat ik hoor in het Engels. Hè? Ze geeft niet op. Waarom? Omdat ze weet dat die antwoorden zullen komen. Hè? Ze heeft vertrouwen. Heb vertrouwen in het proces. Want van de 8 ben jij naar de 9 en de 9 zegt, oké, dan ben je klaar om te ontvangen. En dit duurt niet lang, dat kan ook niet, want het is direct daarna. En ik heb de 2 of Cups, hè. Dat is een soulmate connection, dat is een verbintenis dat er misschien aankomt voor jullie op liefdesvlak. Misschien is dit al bezig in jullie leven. Misschien heb je een bestaande relatie. En althans zie ik hier toch verandering, want ik heb hier de 2 of Cups. Ik zal het zo beginnen. Dus je ziet deze 2 bekers, deze vloeien in elkaar over. Ja? Je hebt de regenboog. De regenboog spreekt voor geluk. Dus ik kan deze kaart nu al aanzien als iets die in jouw leven komt of iets die in jouw leven al net gekomen is. Een connectie die in jouw leven gekomen is of komt. En ik denk, die ligt onder de kaarten van abundance en happiness. Dus het kan jou, dit geeft heel veel potentieel in jouw leven om, ja, om alles aan te trekken wat jij bijna wilt. Want ik denk dat de meesten onder ons toch heel graag happiness zouden hebben. En abundance en alles wat we wensen en plezier enzovoort. Dus er zit hier een connectie, of er ligt hier althans een connectie die jou dat kan bieden. Maar ik heb er een maar bij. Ja. Het brengt verandering in jouw leven. En ik denk, ik heb 2 vijven. En 1 vijf is een pieker vijf, zal ik maar zeggen. Verandering kan soms angstig zijn. Verandering is niet altijd gemakkelijk. Het zijn 2 kaarten die eigenlijk vragen, ik zal ze alle 2 tonen. Dus 2 keer een 5. Dus een 5 staat altijd voor mij voor iets dat er aan het veranderen is in jouw leven. Dat is big changes. Hè? Verandering op financieel vlak, verandering op materieel vlak. Alles dient te veranderen. En dit kan schrik geven in jouw leven. Het kan angst geven in jouw leven eventueel, hè? Bij verandering. De kaarten vragen om naar boven te kijken. Hè? Bij de kaarten zie je deze persoon naar beneden kijken. Dat is negatieve. Ja? De 3 of Swords staat eigenlijk voor hartpijn. De originele betekenis van deze kaart. Ja? En deze kaarten die hier op de grond liggen, liggen voor een keuze. En de kaarten vragen eigenlijk aan jou om niet in mate te denken van hartpijn. Maar je dient eerder in mogelijkheden te denken. Want een 3 staat voor mij altijd om out of the box gaan denken. Origineel op een andere manier. Dus eigenlijk vragen deze kaarten allemaal om te kijken in mogelijkheden, op een andere manier kijken naar deze verandering die in jouw leven aan het komen is. Ja? En ik denk, eens jullie dit doen, honor your inner knowing, luister ook naar die innerlijke stem, die wenst iets te zeggen tegen jullie, dan gaat er een deur open gaan. Dan ga jij zien dat jij niet ontvankelijk kan zijn voor nieuwe ideeën. Dat er nieuwe zaken op jouw pad komen. Dat er een nieuwe manier, een frisse manier van kijken komt naar bepaalde zaken in jouw leven. Het is ergens logisch. Hè? Als wij verandering zien als iets angstig, dan ga je vasthangen in die energie en dan ga je geklampt zijn en dan ga je eigenlijk alles gaan tegenhouden. Eens je dit loslaat en dan het hoofd omhoog doet en kijkt in mogelijkheden in jouw leven, out of the box, origineel, anders en al die woorden, maakt niet uit hoe het er dan uitziet, maar dan trek je alles open. En dan pas krijg je die grote ace of wands. Dan zie je dat er heel veel inspiratie en passie komt in jouw leven. En nieuwe ideeën kunnen naar boven komen. Nieuwe beginnen, nieuwe concepten kunnen gemaakt worden in jouw leven. Dus dan zie je heel mooi hoe die kaarten flowen. En dan heb ik de Temperance kaart. Ook daar. Hè. Ik zie hier, de Temperance kaart is een kaart die vraagt om balans te houden. Even bij bepaalde zaken stil te staan of alles oké is. Even nadenken. Check in with yourself. Kijk eens van, ben ik wel correct bezig? Ben ik wel juist bezig? Is mijn volgende beslissing wel oké? Nagelang waar ik wens te gaan, komt het overeen met mijn morele waarden, met mijn visie voor mijn toekomst? Elfde huis is belicht, vergeet het niet. Dat is jullie hoop en dromen. Zijn mijn beslissingen, wat ik nu aan het implementeren ben in mijn leven, eventueel aan het afronden ben in mijn leven,
Correleert dit met mijn hoogste goed? Correleert dit met mijn versie van mezelf die ik nu ben en die ik ook wens te zijn naar de toekomst toe? Daarover spreekt deze Temperance. Oeh, grote energieën. Oh, oké, ik ga toch enkele kaarten verklaren. Dan ga ik naar de Two of Cups beginnen. Deze connectie die hier op tafel ligt. Show me the Two of Cups, please. Clarify that Two of Cups. Thank you. Ja, en de King of Wands. Dus de King of Wands is een kaart die vraagt om naar de toekomst te kijken met een brede visie. Dat is een visionair, deze persoon die hier op de Two of Cups ligt. Dus als deze kaart erop valt, vragen de kaarten, oké, zeker in een connectie. Mocht er een connectie op jouw pad komen of ben je in een relatie momenteel, kijk naar de bigger picture. Ja? Kijk naar de verre toekomst, hè? Niet naar de dichte stappen. Kijk voor de volgende 20 jaar, heb ik jullie aangegeven. Pluto, Waterman, dus dag en nacht verschil, de wereld zal er ook anders uitzien. Jouw wereld zal er anders uitzien. Ja? Dus kijk naar de verre toekomst. Hè? Dus een duidelijke visie hebben voor de toekomst is de King of Wands met betrekking tot jouw relatie. Krachtige energie, dat is passionele energie ook. Dat is gedreven, geïnspireerde energie. Jouw toekomst dient jou te inspireren met betrekking tot een relatie. Wauw, mooi. Oké, ik ga toch die Five of Pentacles nemen. Five of Pentacles, clarify please. Can I find that Five of Pentacles? Wow. Oh, ik heb fantastisch nieuws voor jullie. Ik heb dit zelden dat er drie kaarten uitvallen. Ja, en welke drie kaarten? Ik hoop dat er een tarotlezer nu ook kijkt naar mij, want die kunnen dit beamen. Als er een Nine of Cups uitvalt en een Ten of Cups en de zon, ja, op een vijf die verandering brengt in jullie leven. Ja, mijn liefste vissen, me niks in zitten. Hoofdje omhoog houden bij de verandering. Blessings are coming your way. Een hoop en een droom, een einde. Het zijn allemaal regenbogen. Die regenbogen staan voor geluk. Geluk, abundance. Geluk, regenboog. In een unie, in een connectie, een soulmate connectie die je hebt met iemand die heel, heel, heel diep is. De zon belicht dit. Vitaal, groei, potentieel. Vooruitgang. Dat zijn allemaal go's. Hè. Voor mij, go, go, go. Hè. Niet naar beneden kijken. Denk in mogelijkheden. Hoe fantastisch is dit? Ik denk dat jullie warmte voelen. Ik denk dat jullie dienen te reageren op warmte. Wat jouw affectie, wat jouw warmte geeft. Met die 10. Ik denk, er ligt hier dromen hopen in vervulling te komen. Een 10 is deze 10, de 10 of Cups, en zijn cups. Het is allemaal op emotie. Toont mij aan dat jullie echt wel naar een periode gaan waarin dat jij emotioneel vervuldigd zal worden. Emotioneel plezier kunt ervaren. Een heel mooi, gigantisch mooi hoofdstuk staat er voor jullie klaar. En dat jullie momenteel het eventueel moeilijk kunnen hebben, dat ligt hier ook voor mij. Maar weet dat dit van voorbijgaande periode is en dat dit een overgangsperiode is. We zijn zaken aan het afronden. Fantastisch. Oké, okay. And last card. Show me the Temperance card, please. Clarify that Temperance card. En de Hermit. Ja, af en toe wat tijd nemen voor jezelf. Hè? Dus ik zei al, ik heb onderaan de deck ook de Magician, de Fool. En de Six of Swords. Ja, Magician en Fool. Je bent een nieuw begin aan het manifesteren. Sowieso. Wees er niet bang van, want je zit nu in die overgangsperiode. Hè? Blijven doorgaan. Kijk, ik zal eens tonen. Onderaan de dek heb je ook nog de Six of Swords. Six of Swords is in zijn bootjes van de ene oever naar de andere oever aan het gaan. Ja? De overgangsperiode. En bijna ben jij aan de oever. Je bent er bijna. Nog even doorduwen. Maar je bent iets aan het manifesteren in jouw leven. Een nieuw begin ben jij aan het manifesteren. Midden in een stormsituatie kan zijn. Hè? Je bent op weg van die 8 naar de 9 van iets te verkrijgen in jouw leven. Neem de tijd voor jouzelf. Hè? Als je voelt dat er iets uit balans is, neem even tijd voor jezelf. Kom even tot rust hè, als je kan. Ik zou niet te veel overmalen. Ik zou helemaal de rust nemen. Voetjes buiten, op het gras. De aarde gaan zoeken eventueel. De zee gaan
zoeken voor jullie liefste vissen, als jullie dit leuk vinden. Een water rond jullie, waar dat je rustig kan in worden. Een bad nemen, eventueel met deze volle maan, vergeet het niet. Want bij elk einde komt er ook een soort van een afscheid. Hè? Dat kan een zeer impactvolle periode.